ze één ding heel belangrijk was, was dat het verzorgd eruit zien. Nou, dus dat werd elke avond, werd mijn haar uitgekamd. Dat het 's ochtends mooi strak losgemaakt kon worden en snel in mooie vlechten gezet kon worden. 2 vlechten of 5 vlechten. En dan met met zijde linten. Zo zat mijn moeder wijdbeens in een pauwenstoel, noemden wij het altijd. Zo'n rieten stoel met zo'n mooie ronde achterkant. Dus haar stoel mocht er ook niet in zitten. En dan zaten we altijd op de grond, tussen haar benen in. Het was namelijk natuurlijk ook soms helemaal niet zo leuk, want dan had je er eigenlijk helemaal geen zin in, want dan wilde je iets anders gaan doen of je wilde nog buiten spelen. Maar het moest elke dag en elke avond voordat we naar bed gingen. Dus het was zo'n, op een gegeven moment wordt dat een ritueel. Waar je soms op dat moment niet echt een specifieke waarde aan hecht of zo. Maar het is in mijn herinnering is het veel groter geworden. En we zochten het ook op, mijn zus ook. Dus als je gewoon groot bent, dat je dat dan nog steeds af en toe heerlijk vindt om bij je moeder zo tussen de benen te zitten. En dan voel je de dijen, de warmte en de aandacht. En je praat dan over dingen, want je zit. Je kan nergens heen, want je moet dan je haar te doen. Ja, ik krijg het er een beetje, je krijgt het er lekker warm van. Ja, het is gewoon prettig. Ik vond het altijd, mijn moeder was zo lekker zacht altijd. Ja. Ja, ik kan me heel goed herinneren. Ik was 6 jaar. En mijn moeder heeft de hele dag op een stuk grond gewerkt. 'S Avonds komt ze thuis en komt tante van mij. En wij woonden klein. Oud huisje, gewoon echt, alles was van hout. Die tante zei, ja, jullie moeten gewoon op die veranda staan. En daar stond een kachel en zette ze in een grote pan met water. Nou ja, half uurtje was mijn broertje geboren. Mijn moeder heeft zelf die navel geknipt van die baby. En toen is die tante van mij gekomen en ja, ze heeft verder... Ik kan me nog herinneren, nog die bloed en alles wat lag op de grond. Want ja, mijn moeder bevalde gewoon op de grond. En later komen wij kijken gewoon... Ja, die kindje lag gewoon in een wiegje. Mijn moeder is volgende dag gewoon aan het werk gegaan. Nou ja, mijn moeder ging gewoon 's ochtends, geeft ze borstvoeding, maar geeft ze 's ochtends en had ze gewoon, komt ze tussen de middag eventjes nog borstvoeding geven. Had ze weg, had ze werken en pas 's avonds is ze thuis. Gewoon, ik heb heel lang voor hem gezorgd en wij, ja, we waren altijd samen. En de jongste broer van mij is net als mijn kind. Dat heb ik ook gevoelens voor hem, echt, net als mijn zoon. Ik heb een herinnering na mijn eigen bevalling. Toen kreeg ik mijn oudste dochter. En toen kwam mijn moeder op bezoek. En nou, die vond het allemaal gezellig en die vond het allemaal leuk. Dus die zei, wil je mee de baby in bad doen? En dat vind je dat leuk? Ja, ja, dat vind ik heel erg leuk. Dus ik kleed de baby uit en ik zet een badje neer. En ik pak het kind en leg het in het water. En mijn moeder was heel belangstellend. En die kijkt op een gegeven moment in dat badje en die zegt, wat is dat? Ze zegt, mam, dat is een navelstrengetje. Dat knippen ze af en dan doen ze er een klemmetje om. En dat valt er op een gegeven moment gewoon van af. Nou, zegt ze, dat heb ik echt nog nooit gezien. En ik was eigenlijk heel verbaasd. Toen zei ik, mam, hoe kan dat dan? Hoe ging dat dan vroeger, toen ik een baby was? En toen zei ze, ja, ik had gewoon een particuliere verpleegkundige. En die kwam 3 weken in huis na de bevalling. En zij heeft mij nooit de eerste 3 weken naakt gezien. Überhaupt niet, want het kind werd verzorgd en gebadderd en gedaan. En mijn moeder lag in bed. Maar die kreeg mij aangereikt om te voeden. En 's avonds gebeurde dat na een glaasje cognac, want dan sliep ik goed. En ik vond dat toch verbazingwekkend als je kijkt hoe belangrijk je het vindt. Dat je na je bevalling meteen je kind hebt en dat je het veel ziet en huid op huid. En ja, dat was toch helemaal anders in die periode. Thank you.
Ik kom uit Iran, een gezin van met vijf kinderen. Ik kom uit het platteland, waar kleine dorpjes allemaal naast elkaar zijn. Maar het zijn allemaal families van elkaar, ooms, tante. En wij hebben heel veel rijstveld. En in het rijstveld werken voornamelijk vrouwen. Vrouwen zijn veel competenter in het rijstveld werken dan mannen. Dat is ook de reden dat één vrouw, kan mijn moeder zijn, kan mijn tante zijn, moet voor andere kinderen zorgen. Ik zeg altijd, ik heb 4 broers en zussen, maar ik ben altijd in een gezin van ruim, geloof ik, 18 kinderen opgevoed. Ik ben nooit alleen door mijn moeder opgevoed, of nooit alleen door mijn vader, of nooit alleen door mijn tante. Ik ben door iedereen opgevoed. Maar ik kan me herinneren, mijn moeder was vroedvrouw, gaf borstvoeding aan mijn neefjes en nichtjes en vice versa. En daarnaast had mijn vader 2 kinderen uit het dorp waar ouders waren overleden. Een jongen en een meisje. En die ook vanaf babytijd waren ze bij ons. En zij kregen ook borstvoeding. Dat collectieve is heel erg belangrijk geweest in de opvoeding. Mijn eerste baby, het was 5 maanden oud, dan ging ik op vakantie in Turkije. Als wij in de busje zaten, in een café zaten, en als we ergens gingen, ik zag nauwelijks mijn kind. Mijn kind werd meegenomen, ze vond het erg leuk. Die vrouwen die in de keuken werkten, namen mijn kind mee. En ik zag van andere Nederlanders die meegereisd hadden, let je wel op je kind. Dus dat was voor mij opvallend toen ik baby had. Dat ik mijn kind moest leren heel erg voorzichtig zijn van anderen. Heb ik ook niet gedaan. Ik vond het hartstikke leuk dat mijn kinderen collectief werd opgevangen, zeg maar. De bijzonderheid van een baby wordt bekrachtigd door opvang van anderen, zeg maar. Ja.